Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een boekenkast tour. Ik heb onlangs mijn boekenkast verhuisd van mijn kleerkast naar een echte kast. En dus leek het mij het uitgelezen moment om een boekenkast tour te filmen. Veel kijkplezier! Op deze plank van mijn boekenkast staan er eigenlijk gewoon allemaal Harry Potter boeken, allemaal op volgorde eigenlijk. Dus alle Steenderwijzen, alle de Geheime Kamers, Azkaban, Vierbeker, Order van de Phoenix, Half-Blood Prince, The Deathly Hallows, Hogwarts klassiekers zoals Quidditch, The Tales of Beedle the Bard, Fantastic Beasts. Omdat ze er niet meer bij konden, anders mochten ze wel op dezelfde plank. Fantastic Beasts, The Cursed Child en mijn programma boekje van The Cursed Child. De Maze Runners, Divergent, Hunger Games, Twilight. Ik heb hier al één gekocht, dus ik ga kijken of ik die nog ergens tweedehands kan vinden. 50 Tinten Grijs en het sequelboek The Hobbit. Deze kocht ik onlangs in Varna, dit is een prachtig geïllustreerde. Heel veel boeken van Van In. Mijn broer werkt namelijk bij Van In, dus hij kan die ik weet niet goedkoop krijgen. Er staan van alle boeken in waarvan ik echt de meest nog niet gelezen heb. Maar deze is wel een speciale. Dit is Bijzonder Kennen van mevrouw Perkins, die is verfilmd. Die wil ik ook super graag lezen. Ik geef je de zon van J.D. Nielsen. Deze heb ik al gelezen van Dirk Brakke. Dan op de voorlaatste plank staan er ook nog een paar van in. Dat zijn eigenlijk boektoppers. Waarvan ik een hele hoop niet heb gelezen. Deze ben ik eens beginnen lezen, maar ik heb nog niet uitgelezen. Dan een paar boeken die ik gewoon heb gekocht. En in deze boeken zit er eigenlijk geen volgorde. Eén dat ik tweedehands heb gekocht. Riet op de Beek, echt een goed boek. Deze moet ik nog lezen, is ook verfilmd naar Everyday. De jongen in gestreepte pyjama, echt een topper. Ook supergoed, supergoed. Er staat een boekreview van online. Nog niet gelezen, nog niet gelezen. Het Achterhuis, incredible. Maar ik heb eigenlijk nog een andere versie. Ik ga die er nog vlug even tussen zetten. Dit is de geïllustreerde versie. Onlangs uitgekomen, Everything. Kocht ik ooit eens op reis. Moet ik ook nog lezen. Mark de Bell wil ik graag nog eens lezen. Fault in Our Stars heb ik eigenlijk ook nog niet gelezen. Maar ik heb wel uiteraard wel een boek gelezen. Alleen geluisterd eigenlijk. Ik heb die ook onlangs gekocht, dus ik ga die ook moeten lezen. Dit is een super triestig boek. Dit kleine boekje heb ik nog niet gelezen. En dan de laatste. Gebroken Soep was een goed boek. Dit won ik ooit van een blogster. Nee, die kocht ik ooit. Heb ik die eigenlijk allemaal al gelezen? Geen idee. Gebroken Hart, ook een review van online. Gebeten op de score niet gelezen. Deze was ook goed, ook een review van online. Als ik blijf... Dit boek heb ik onlangs uitgeleend op de uit de beeld. Vergeten dat ik die had. Ook nog niet gelezen, wel de film. Is graag al gezien. Dit boek had ik ooit gewonnen. Ik wil de volgende eigenlijk nog wel lezen, want dit was echt een goed boek. Dit is het boek van Simone van der Steen, Cornister Cliff. Dit boek ooit eens gekregen. Ook nog lezen. Ook nog moeten lezen. Dan zijn er een paar andere soort boeken. Zoals het blogboek gelezen. Waar ik de journal in begonnen. Pointless boek ook al in begonnen. Kunst van het veldspel was ik ooit eens in begonnen. Maar ik heb nog niet verder gelezen. Dit boek had ik mee naar Varna en zoals je ziet ben ik nog niet helemaal op het einde geraakt. Hier ben ik geraakt. Waar is de Wally zoekboekjes? Echt super leuk, maar super moeilijk. En dan twee strips van Dijk, Think for Geeks van Kenny Rubinus. Ik heb de eerste en de zesde.
Het boek is trouwens echt een aanrader. Zo veel van geleerd al. En ik wil ook graag het eerste boek eens lezen. Maar hoe moet je weer? Geen idee. Het boek heb ik echt enkel over de cover. Hoe mooi is dit? Nog even van onder naar, boven. Bovenste van Harry Potter. Reeksen. Nog een deel reeksen. Dan van hen. Van de boekbundels van hen. En dan random. En hier. Toe boeken eigenlijk meer. Deze mag naar hier. Zo, dit was het dan. Bedankt voor het kijken naar mijn boekenkast tour. Natuurlijk lees ik ook heel veel boeken die ik zelf niet koop. Maar als je boekreviews wil zien, ga dan zeker een kijkje nemen op mijn site www.girlline.be. Doedels!